Een nieuwe marketingstunt van Winkelketen Zeeman. Het brengt twee parfums uit die sarcastisch de naam Lucht hebben. De kosten? Geen 49,99 euro, maar slechts 4,99 euro. Een parfum voor een prikkie dus. Wat do you pay for a good parfum? We made our own. We prefer to keep it simple. Laat your nose decide. Ja, deze reclame is natuurlijk een lange neus naar de luxe merken die veel geld vragen voor hun geurtjes. Volgens zeeman is dat niet nodig. Maar hebben ze een punt: wat is de economie achter parfums? Het idee van zeeman is niet zo heel gek als je kijkt naar wat het kost om een parfum te maken. De vloeistof in het flesje is slechts 3% van de kostprijs. De prachtige verpakking en het flesje zelf wordt geschat op 12 tot 18% van de kosten. En de rest bestaat uit marketingkosten: de reclames op tv met de topmodellen en de acteurs, in tijdschriften en in de winkels. Nou, bovenop al die kosten komt dan nog de netto-winst en dan krijg je uiteindelijk de verkoopprijs. Het is een prima verdienmodel het hebben van een parfum. Sterker nog, voor luxe merken is het de manier om geld te verdienen. En ze hebben een groot deel van de parfummarkt in handen. Zogeheten premium parfums, bijvoorbeeld van Chanel, Dior of Gucci, de luxe merken dus, beslaan 65% van de markt. De rest, 35%, zijn parfums van drogisterijen, supermarkten of kledingketens. Denk bijvoorbeeld aan een parfum van Davidoff. En er geld mee verdienen, dat lukt ze ook. Neem bijvoorbeeld modeconglomeraat LVMH, met merken als Dior, Givenchy en Guerlain. De netto-winst van hun tak voor parfums en cosmetica groeit al jaren tot 680 miljoen afgelopen jaar. Als je een succesparfum hebt, dan ben je dus voor jaren verzekerd van een stabiele stroom aan inkomsten. Bij LVMH is dat bijvoorbeeld het parfum Miss Dior. Ontwikkeld in 1947, nu nog altijd razend populair. De prijs: zo'n 108 euro voor 100 milliliter. Chanel heeft net zo'n cash cow in huis met het parfum Chanel No. 5, gelanceerd in 1921 en nu nog steeds in de top 10 van meest verkochte geurtjes. In de winkel betaal je 107 euro voor 100 milliliter. We willen er dus flink voor betalen. In de industrie van geurtjes gaat het dan ook om gigantisch veel geld. Jaarlijks wordt er voor 70 miljard dollar aan geurtjes verkocht. Vooral parfums, maar ook bijvoorbeeld geurkaars en zeep. Ook Zeeman kan dus mee profiteren van die markt met hun eigen slimme marketingtruc. Maar of jij straks met Sinterklaas en je partner een parfum van 5 euro durft te geven? Ja, dat is de vraag. Voor meer van onze video's download je de app van Eertel Nieuws.